ben Lode van de Veveren, marketingmanager voor Nieuw-Holland Benelux. En ik heb de eer en het genoegen om u de nieuwe verreker voor te stellen. Die staat hier achter mij in beeld. Dat is de 7.42. 7 staat voor 7 meter rijkwijdte. En dan uiteraard de 42 maal 100 staat voor 4200 kilogram hefcapaciteit. Deze verreker vervangt de LM5040, de 60 en de 80. En deze hebben we nu in 5 verschillende modellen. We starten met de 6.35 en gaan tot en met de 9.42. Motoren zijn 121 of 143 pk nominaal vermogen. En daar hebben we dan een elite versie in. En de elite versie is standaard uitgerust met een CCLS-pomp. De elite versie is dan ook uitgerust met een 6x3 versnellingsbak. 6 vooruit, 3 achteruit. En uiteraard de laatste 3 versnellingen hebben dan een auto-shift functie. De basisversie is dan een 4x3 versnellingsbak. 4 vooruit en 3 achteruit. De cabine is volledig nieuw, zullen jullie straks eens tonen. En uiteraard ook de boom is enorm verstevigd, waar we ook een patent op hebben. En we staan hier voor de T6 Autocommand. De trekker voor de Nederlandse markt, omdat het de eerste viercilinder is met een automatische CVT-transmissie. Dus de Autocommand genaamd. Die is standaard uitgerust met een Sidewinder armleuning. Deze tonen we u straks. Maar natuurlijk, het grootste voordeel van deze Autocommand is dat hij compact is, korte draaicirkel en ook een laag eigen gewicht heeft. Hij bestaat in 3 pk-uitvoeringen. De 6.140, de 150 en de 160 pk. Maximaal vermogen of nominaal vermogen gaan we naar 110, 120 en 130. Dus de ideale trekker waar Nederland lang op heeft gewacht. En hier staan we voor het allernieuwste concept, de Nieuw-Holland Methaan tractor, zijnde de T6140. Deze tractor is uitgerust met een 4-cilinder 3 liter motor met 4 kleppen per cilinder. Hij produceert maar liefst 100 kilowatt, wat neerkomt op 136 pk. Deze trekker is uitgerust met 9 gasreservoirs met een totale capaciteit van 300 liter. Het grootste voordeel van deze methaan tractor is enerzijds de kostprijs ten opzichte van diesel, die tussen de 25 en de 40% lager ligt. En uiteraard ook heel belangrijk zijn de uitstootnormen, de milieunormen, die maar liefst met 80% gereduceerd zijn. Aan de autonomie van deze trekker wordt nog gewerkt, maar het is een tussenstap naar onze waterstoftrekker. Waterstoftrekker wordt uiteraard nog verder getest op La Bellotta Farm. Is bijna helemaal compleet, maar nu zijn we nog verder op zoek om de kostprijs van de brandstofcel te gaan verlagen voor de NH2-trekker. Maar de tussenstap, hij staat er klaar voor en we kunnen mee van start. We staan hier naast de CX6090 en deze machine is speciaal uitgerust met de nieuwe Dual Stream Header. Dus de Dual Stream Header, dat systeem pivoteert ten opzichte van het maaibord. Als we deze op een hoogte plaatsen van 25 à 30 centimeter, dan zal het onderste mes ongeveer afsnijden op 10 à 15 centimeter, waardoor dat we hier een gewas hebben van ongeveer een 15 centimeter die dan hier in de grond geduwd wordt door deze looprol. Het systeem wordt aangedreven door een dual gearbox die dan hier de messen mechanisch gaan aandrijven aan de rechterzijde en de linkerzijde. En deze gaan dan tegenovergesteld van elkaar het gewas verder gaan afsnijden. 15 à 20 centimeter minder gewas in de machine komt erop neer dat er ongeveer 15 à 20% meer capaciteit zal zijn voor de maaidosser en uiteraard ook hetzelfde lager verbruik dat we mee hier bewerkstelligen. Deze Dual Stream Header heeft ook een Gouden Aar gewonnen op de Agribex-beurs, waar u deze machine kunt zien van 3 tot en met 8 december, waar uiteraard iedereen hartelijk welkom is.